mensen, ik ga naar Studio 34 en ik dacht ik neem jullie even mee. En nee, ik ben geen Oompa Loompa geworden, maar mijn witbalans wil niet. En ik moet snel naar binnen, want ik ben al een beetje laat. Dus nou, ik neem jullie mee. Even kort, ik ben hier vanwege een lezing die Richard geeft en het is een netwerkavond. Ik praat een beetje zacht, maar volgens mij is Richard al begonnen, maar ik ga even checken. Precies. Mijn ouders die hadden me toen ik van Curaçao naar Nederland verhuisde, mijn ouders mijn klein cameraatje meegegeven, zo'n point-and-shoot ding. En die zeiden van, weet je wat, laat af en toe weten dat je nog leeft ofzo, of laat weten hoe je bij je woont, weet je. Ik zat dus te denken, ik dacht het is wel leuk om in de vlogs ook wat toe te voegen en ik dacht laten wij, wow het is mijn lens smerig, wacht even. Ja, daar zijn jullie weer. Ik heb een nieuwe rubriekje voor in de vlog en dat is fotodilemma's. Dus ik ga hier wat vragen stellen, wat dilemma's voorschoten en dan kijken wat ieders antwoord is. Dus ik ben wel benieuwd, dus laten we gaan. Je bent de eerste, yay. Een fotodilemma. Voor altijd dezelfde body of voor altijd dezelfde lens gebruiken? Voor altijd? Voor altijd dezelfde lens, denk ik. En welke lens zou je dan gebruiken? Oeh, vind ik een lastige. Ik zit te twijfelen tussen de 35 mm en de 24-70. Maar dan moet ik er één van kiezen. Eén van kiezen, ja. 35 mm. Oké, okay, dankjewel. En... Ja. Oké, okay, fotodilemma. Of voor altijd dezelfde camera body gebruiken of altijd dezelfde lens? Lens. Ja, lens. Als ik nou mijn keuze zou hebben, zijn 50 mm. Jeetje. Dat is wat lekkers, hè? Ik denk de lens. En welke lens? Ik vind het 50 mm. Oh, je bent de tweede al. Ja. Oké, dankjewel. Lens. En welke lens? 100 mm. 100 mm. 100 mm. Hi. Hi. Ja, dat wou ik net zeggen. Dit is beter. Dat is niet beter. Jawel. Hi. Dilemma. Voor altijd met dezelfde body moeten fotograferen of voor altijd met dezelfde lens moeten fotograferen? Forever. De ding is, ik fotografeer nu al 10 jaar met één lens, dat is de 50 mm. Ja. En ik fotografeer nu al 10 jaar met één camera, dat is de 5D Mark II. Maar als je nu voor ever. Nou, de 5D Mark II en 50 mm voor de rest van mijn leven. Oh, maar dan de je hebt lens. Gewoon beide. Ja. Ja, dat kan ook. Maar ik zal de lens pakken of de camera, maakt niet uit eigenlijk. De lens is ook goed. De lens. De lens? Ja. En dan de 50 mm? Ja, 1.4 Sigma. Okay. Als je met een 50 mm een hele brede foto moet maken, zoals mijn foto met lichtstralen, schiet je gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6 foto's. En dat kan ook met de 50. Tip van Richard, dankjewel. En wat zou ik doen in zo'n dilemma? Ik denk dat ik ook voor een lens zou kiezen en dat ik dan voor de... Ja, ik fotografeer eigenlijk al mijn werk al met de 24-105. En ik heb verder ook verder geen andere lenzen, dus in principe zou ik het daar ook wel verder mee kunnen doen, denk ik, voor altijd. En dan vroeg ik me af, wat zouden jullie doen? Waar zouden jullie voor kiezen? Zouden jullie kiezen voor altijd dezelfde body moeten gebruiken of voor een lens? En ja, ik ben ook benieuwd wat voor body of lens je zou willen gebruiken dan. En ja, laat het even weten hieronder in de reacties. Vind ik leuk. Dan ja, ik ben benieuwd wat iedereen eigenlijk voor dilemma, wat voor keuzes ze maken. Dus, laat het even hieronder in de reactie achter. En sowieso abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle video's. En nou. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg!